Yo mensen, ik ben een nieuwe video. Hutke Floris. We gaan voor de 2000 likes. Ik ben niet geabonneerd op wanneer. Ik zit op mijn account 6739. Waarschijnlijk gaan we de 7k niet meer halen dit seizoen. Want ik kan. Het is vandaag woensdag. En donderdag is de laatste dag dat ik kan opnemen. En dan ga ik even terug naar Nederland. En ik neem een setup niet mee. Dus vandaar. Maar ja, weet je, we gaan gewoon even lekker het einde seizoen toch wel gewoon even lekker potjes knallen. Ik zal in Nederland ook gewoon spelen, dus misschien kan ik zelf offscreen gewoon een PR halen en gewoon focussen in Nederland. Maar ja, weet je, het heeft geen reden om niet potjes nu te gaan spelen. Dus we gaan wel gewoon even lekker vlammen, gaan gewoon even kijken hoe goed het allemaal gaat lopen. En we komen tegen Snowball Bomber Lavond. Dat is wel een hele aparte combo. Die zie ik echt letterlijk nooit. Laten we dit gaan, want dan is die verder draak neer. Moet hij mijn dart komen pakken en moet hij mijn... Mighty Miner verdedigen. Doen we gewoon dit natuurlijk om de Dark Goblin leven te houden. Doen we dit hier zo om deze Skarmy te pakken. En hij snowballt. Laat ik dit voor de rest gaan. Doet een beetje damage denk ik. Ja, maar niet al te veel. En ik wil daar liever niet mijn Spikkelbolder gebruiken. Want die wil ik liever nu even in de aanval gebruiken. Zal het dan Lava Clone zijn? Want hij heeft een Lavond en Skarmy. Dat is wel vaak. Maar het is wel een hele rare variant. Doen we de Mighty Miner in de back. Even kijken. Hey. Dan kan ik hem gewoon stoppen op deze manier. Tenzij die vries heeft. Maar dan wordt het helemaal gekke werk. Even kijken. Even op Zap opeens. Dit is natuurlijk geen goede minions. Even een Snowball Cycle. Oh, dat is wel een goede. Ik verder lijkt ik op mijn Ice Bird hoog moeten droppen. Of geen minions in Cycle. Geen Snowball in Cycle. Ja, dat zei volgens mij ook. Nu heeft hij wel Snowball Cycle. Hij kan mijn Spikkelbolder gaan snowballen. Dan moet ik er nog een Ice Bird gebruiken. Maar dat lijkt me niet dat hij dat gaat doen. Nee. Raar dekkie van hem. Raar dekkie. Even kijken. Laten we even Ice Bird chip. En weer een Mighty Miner in de back. Ja, oké. Okay. Niet heel blij misschien mee. Geen Skarmy in Cycle. Geen Minions in Cycle. Dus wat zal hij hier tegen doen? Bomber misschien? Ja. In principe prima, want die bomber die gaat toch dood van mijn Mighty Miner. Zal die... Oh, ik dacht even dat die... Oh, oké. Wel Snowball. Ja, dus ik moet een nieuwe kanon gebruiken, anders gaat die ballon hitten. Kunnen we loggen. Oké, top. Ik moest daar een nieuwe kanon gebruiken, anders ging die hitten. En ik doe er ook even Spikkelbolder erbij. De vorige keer deed ik dat niet, maar toen zag ik wel hoe vervelend het was die counterpush. Nu moeten we de Mighty Miner hiervoor rammen, want anders... Toch de ability gooien en dit. Ik denk dat het een goede keuze is. Lokt gewoon heel veel elixir uit op die manier. Ja. Die kanon dropte ik pre voor de ballon, maar die kwam niet. Doe ik dit hier eventjes zo. Die minions die mogen van mij hitten. Doen we dit, want hij heeft Skarmy een cycle. Of heeft hij die wel een cycle? Oeh, wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Oké, dit chipte heel erg weg. Dark Golden in de back. Je zegt good game al. En ik denk ook dat het good game is, maar je weet het natuurlijk nooit. Dit gaan we rocketen. Dan pak ik ook de Lavond ermee die nu eruit gaat. Dan wacht ik heel veel op zijn vuurbal. Dat is sowieso vuurbal de Dark Goblin. Nee. Oké, nou ja, dan weet ik eigenlijk niet hoe hij dit nog moet winnen. Dan zou ik eigenlijk niet weten hoe hij dit nog moet winnen. Misschien doet hij Skarmy aan die kant. Wacht eventjes wel natuurlijk. Oké. Rocket ik straks zijn Inferno Draak en zijn Lavond samen. Dan... Dit hier zo. Dan zal hij waarschijnlijk op ballon komen. Wij komen gelijk met dit. Zodat als die ballon komt, inderdaad, hij ja, voor de rest niet echt elixir heeft. Oh, wel op tijd de snowball. Oh, niet. Zie je, want hij heeft de damage gedaan. Die van ons. Nou, pakken we death damage. Rocket log is natuurlijk niet genoeg. Dat is 6-6-8. Twee logs en een rocket is ook niet genoeg. Dat is 6-4-5. Nou ja, dat is nu dus wel genoeg. En 6-6-8 is rocket log. Oké, eerst potje winnen. Eerste potje winnen we tegen Zaad. Dat is een grappige naam. Eerste potje winnen we, dus dat is mooi. Zitten we nu één potje van 6800. Dus misschien kunnen we die wel winnen. We gaan gewoon ons best doen. Het is dus Lavond waar we net tegengekomen zijn. Doen we nog een potje. Gaan we kijken of we deze guy kunnen inpakken. We komen tegen Flash. Oh, oh wacht. Ik heb het profiel niet laten zien. Doe ik even hierna. Laat ik even beide profielen zien. Van die Lavond speler van net. Droppen we de Ice Bird op de brug. Eigenlijk moet je ook vaak wel hopen voor goede matchups. Ik denk eigenlijk, als ik gewoon goed speel... En een goede matchup heb ik iedereen tot een 7500 PR gewoon kan pakken eigenlijk. Maar je moet dan wel een goede matchup hebben. Oeh, ik denk dat die X-Bow heeft. Dat, nee. Oeh, oh, dit had een goede rocket kunnen zijn, maar ik durf niet. Ik wil niet verliezen op een missen rocket nu. Dat heb ik nu even geen trek in. Maar dit is best wel een moeilijke matchup. Want, oh, het is een... Hè?
Mis ik de Ice Spirit met de Ice Spirit de Royal Giant? Ik had liever de Royal Giant, maar ik denk dat eigenlijk de Hunter ook wel prima is. Hij heeft Logis Cycle, dus ik wacht even, want ik nu dit drop, dan geef ik hem heel veel Log Value. Dus ik wacht eventjes. Oké, prima dat je dat doet. Ik denk dat ik gewoon ga loggen straks. Of Spirit of Wolde, even denken. Nee, ik denk dat ik gewoon log pak voor wat chip op de toren. Dit is... Is dit een moeilijke matchup? Ligt aan zijn grote spel. Is het waarschijnlijk is het Lightning. En ja, ik heb zoveel potjes al gespeeld met dit dekje. Dus ik weet hoe ik moet spelen. Ik weet hoe ik deze matchup moet spelen. Dus... Dat is ook het voordeel dus aan heel veel met één dekje spelen. Je weet gewoon matchups op een gegeven moment. We kunnen natuurlijk alsnog verliezen. Doe ik even dit, want hij heeft geen Logisijk, hij heeft geen Royal Deliver. Dus ik kan moeilijk bij dit komen. Misschien doet hij Fisherman of zo. Kijk, dit bedoel ik jongens. We weten gewoon precies wat hij gaat doen. Helaas wordt wel mijn Dark Commandant gepakt. Dit, en dan zou ik gewoon pre-loggen, want hij doet Electric Spirit hierop. Let op. Zie, daar was hij. Jongens, ik snap wel wat er gebeurt. Ik snap wel hoe dit spel gaat gewoon. Maar het is... Je kan alsnog verliezen. Hier kan ik niet rocketen, want we hebben 7 elixir. En hij heeft er 10, want hij dropt hem waarschijnlijk op 10. Wat betekent dat... Oké, we moeten nu even oppassen dat we niet gegrepen worden. Oké, we worden gegrepen door die. Ja, oké. Ja, we hebben in ieder geval wel een nieuwe kanon. Of dit. Ja. Oké, dat is verloren misschien wel. Moet even... Oké, Dark Gold moet leven blijven. Oké, dat scheelt. Je moet nu een beetje kiezen. Je moet nu een beetje zien, oké. Waar gaat de damage heen? Waar gaat het niet heen? En dan damage minimaliseren aan beide kanten. Want daar maakten we hele grote fouten. Dat was een slechte Lightning. Daar maakten we heel veel fouten namelijk. Met die Mighty Miner. Oeh, we kunnen misschien... Nee, laat ik dat maar even niet ability doen. Oh, lekker dat die Hunter... Dat is 4 elixir. Hij heeft natuurlijk wel loggen cycle. Want hij heeft lang niet log gebruikt. Ik even rocket gaan cyclen. Ik heb 2 rockets nodig. Ik had misschien kunnen wachten op dat hij Royal Giant in de back deed. Ja. Goeie Ice Spirit daar. Ik weet niet hoeveel Lightning doet. Hij vlog wel, maar oké, top. 3. 8600 binnen. Het was ook gewoon, je zag aan de manier... Oké, ik weet nu dat hij Electro Spirit gaat doen. Je zag aan de manier hoe wij... speelde, dat we dit ook hadden moeten winnen. 7300, maar het was een goede matchup. Daarom wonnen we dus ook. Deze guy, hier, dit bedoel ik. Wat is dit voor profiel? 7700, jongens. Misschien wel, misschien wel die 7k. We zitten op 6801. We gaan natuurlijk nog even één potje doen. We spelen. Wat kan ik ervan zeggen? Het gaat allemaal heel goed. Wacht, wow, ik wil even kijken hoe hoog we staan. 9,5k van de wereld. We doen zeker nog een potje. Misschien al wel 2. En als ik deze allebei zou winnen, dan staat het er misschien wel goed voor. Dan kan ik misschien morgen een enge push gooien. Ik durf echt al mijn leven erop te gooien dat als ik gewoon had kunnen opnemen tot het eind van de week, dat ik echt makkelijk de 7k had gehaald. Echt wel makkelijk gewoon. En ik denk dat jullie daar ook wel mee eens zijn. Lik ik wat elixir, maar ik wil toch echt liever de Mighty doen. Ja. En dan log ik dit tot damage the queen. Damage the bomber was totaal niet nodig trouwens. Dat was geen goede log. Misschien niet nodig. Bomber Queen Kanon. Electro Giant misschien. Ik heb even geen idee. We doen de Dart Goblin. Droppen we. Had hij log? Met een Nedo denk ik wel echt dat het Electro Giant is, ja. Barbarrel kan het nog steeds bij, dus. Ja, dat is wel Electro Giant dit. Oké, Electro Giant is in principe niet een hele moeilijke matchup. Hij valt dus Nedo en Barbarrel. Ik ga dit rocketen natuurlijk. Electro Giant, er verschijnt ook wel meer hoor. Maar Electro Giant aan de kant waarin jij damage doet, moet je rocketen gelijk. Zeker als je evenveel elixir hebt als hem. Droppen wij de kanonnen hier. Ik denk dat hij een Mirror Royal Giant, of Royal Giant, een Mirror Electro Giant. Oh nee, oké. Ik mag hem niet, die Queen mag niet op de kanon, want dan zijn we de problemen. Hij heeft nog steeds de Mirror
Electro Giant, als hij een mirror heeft, heeft hij hem nog steeds vast. Want hij heeft een queen gedaan en de queen telt natuurlijk niet voor mirror mee. We doen eventjes dit. En ik denk niet dat het genoeg was, alleen die ene spiegelbot. Dus we doen ook nog even een log. Dan is het zeker wel genoeg om beide te pakken. Pakken we ook nog chip. Oké. Hoeveel elixir heeft hij? Daar gaan we denk ik snel achter komen. Wanneer dropt hij iets? 6 zitten wij op. 6,5. 7. Ik heb 7 dropt hij wat. Dus dat valt mee. Dat valt mee. Dus 3 elixir meer. Maar hij heeft wel hem gelijk gebruikt aan een kanon. Dus ik weet niet of dat heel handig was. Dit in de back. En een mighty miner. Een beetje achterlaten. Hij heeft rocket. Dat maakt het wel een beetje moeilijker. Dat maakt de matchup wel een beetje moeilijker. Want nu kan hij mee rocketen als ik rocket. Even Nedo, maar dan chippen we inderdaad weg. Ik wou het niet op het hoekje gooien, want dan had hij kunnen Dark Prinsen. En nou, ik wou niet gratis Dark Prins damage pakken. Is al een beetje vervelend. Arbel en Cycle, maar we gaan naar de binnenkant. Ah, shoot. Oké, ja, nu komt hij heel goed weg met die Barbel. Ja, nu komt hij heel goed weg. Dan gaat hij waarschijnlijk rocketen. Ja. Oké. Hele mooie rocket. Dat was een hele mooie rocket. Hij pakte daar met Mighty Miner ook mee. En bom is genoeg. Doen we dit om die bomber te pakken, want ik wil geen damage. Dit gaat namelijk echt close worden. Nog. Oh, ik had Dark Prince. Oh, ik had Dark Prince rocket, log rocket op moeten gooien op die Dark Prince. Oké, geen Nederlands eigenlijk. Dus ik kan gewoon rustig mijn Mighty Miner hier droppen. Dit in de back. Kom de barrel, zodat hij niet gaat. Vroeger binnen te moeten gooien, zodat hij niet gaat. Oh, hij mist hem. Oké. Okay. Ik wil hem niet rocket value geven. We staan een rocket voor qua damage ongeveer nu. Dus dat is heel gunstig. Ik kan niet dit doen. Normaal zou ik dat altijd doen natuurlijk. Maar nu gooit hij er een Electro Giant voor. En dan is inderdaad mijn ding dood. En daar heb ik niks aan. Gelijk drukken. Hij wil mijn Mighty Miner neer hebben. Hij wil mijn Mighty Miner neer hebben. Dat lukt niet. Dat lukt niet. Wij kunnen meerocken. We hebben het anderhalf elixir minder. Hij dropt volgens mij like 8 en een beetje. Dark Prins is neer. Oh, Dark Prins is neer. Rocket Log is niet genoeg. Maakt niet uit. Die rocket maakt niet uit. Die rocket maakt niet uit. Wauw. Jezus. We spelen wel goed hoor. Dit is ook wel een makkelijke matchup toch wel, maar je moet hem wel winnen. Je moet hem wel winnen, snap ik bedoel. Oké, we staan nu dus op 8.2k. We blijven maar doorstampen. We blijven maar doorstampen. 7300. Weet je wat, we doen nog even een laatste... Doen we een laatste potje? Ja, ik had er even over nagedacht. Weet je wat, we doen gewoon een laatste potje. Want ja, als we hem verliezen maakt niet heel veel uit. En als we hem winnen, kunnen we misschien morgen de push naar 7k rammen. Oké. Morgen tegenstander. Hallo. Goeie tegenstander. Ice Spirit. Vaak geen neder met Ice Spirit. Oeh, oké. Okay. Hoek 2.6. Dan ga ik sowieso verliezen, denk ik. Oh, nee. Wacht. Queen en die twee kaarten die hij ervoor dropt. Wat is het dan? Royal... Nee. Huh? Zagen jullie dat? Die Dark Golden hit één keer de Hog Rider. Waarom hit die Dark Golden van letterlijk? Hij stond hier. Hit hij die één keer de Hog Rider? Nou, mij hoor je niet klagen natuurlijk. Ik ga niet het bommetje achterlaten. Misschien wel moeten doen. Ja, we moeten nu die Earthquake, hè. Want we weten heel goed hoe wij spelen tegen Hog Ridertjes. We moeten die Earthquake'jes...
min 3 elixir als je die Goblin Barrel plus log mee rekent. Dus we zitten nu echt zwaar achter in elixir. En dan gaat hij waarschijnlijk Queen in de back doen. Dat kunnen we niet rocketen, net gerocket. Had ik mijn kanon een cycle überhaupt toen hij een rocket gooide, of een rockwaarder gooide? Zo ja, dan was dat echt een grote fout dat ik dat op deze manier gedaan heb. Laatste moment. Ik wil niet de ability gooien, want ik wil mijn Dart Goblin levend houden. Ja, jongens. Hoe ga je nu Earth of the Quake Hawk Rider stoppen, denk ik dan? In ieder geval voor de Mighty Miner hier, zodat die Hawk Rider, of die Giant Skeleton in ieder geval niet connect. Weet je wat het probleem is? We komen gewoon een beetje te veel achter in elixir. Oh, ik dacht dat die Skelly zich midden ging doen. Dat maakt mij er best wel weak. We komen gewoon best wel achter in elixir de hele tijd. Ik kan een vroege... Tenzij hij dit predict. Kan ik een vroege... Oké, dan spelen we echt wel sterk. Ik wil zeggen, ik kan een vroege... Ja, oké, dit is echt heel sterk. Ik heb het best gedaan, jongens. Ik heb het best gedaan, maar dit zijn... Ja, het is een moeilijke matchup en ik ben niet zo goed bij deze matchup, zoals jullie al weten. Ik wou zeggen, ik kan een vroege ability uitlokken door een hoge Dart Goblin te droppen en te laten schieten op de... Queen, maar ja, helaas ging dat niet helemaal goed. Dus je speelt. Ik hoop dat jullie respect voor me hebben, dat ik het in ieder geval geprobeerd heb. Dit nog te winnen. Maar ik had kunnen pilogger. Oké, je kan hem dus ook helemaal... Je hoeft niet helemaal perfect klaar te staan. Oké, je hoeft niet helemaal perfect klaar te staan dus kennelijk. Met dus die kanon. Ik wou nog even oefenen. Maakt het toch niet uit als het niet lukte. Even Giant Skeleton. Dat kwam nog even close. Als ik die log recht had gegooid. Misschien, want we misten één Skelly met die log van mij. Als ik die log recht had gegooid. Misschien hadden we nog gewonnen. Zo, daar kwam hij. Maakte hij even een hele grote fout. Ja. Wat wil je ook. Jongens, ik hoop nog een leuke video over kijken. Zie je de volgende video edit. Tot dan, mensen.